Wat gaan we vanavond doen? De meeste mensen kennen klassement wel, maar we gaan proberen om daar toch nog een beetje uitleg rond te geven, dat jullie daar meer features kunnen uithalen, dat meer naar jullie hand zetten en alle handige trucjes die erin zitten leren gebruiken. Om het zo efficiënt mogelijk dan te gaan gebruiken. Voilà. Wie werkt er allemaal voor klassement? Dit is een stukje van ons team, want het hele team dat gaat niet op één slide. Maar je ziet, er zijn mensen zoals Els en ik die moderatoren zijn. We hebben ook ICT'ers, we hebben een team communicatie zitten. En onder klassement hebben we ook nog de mensen van Why Not zitten. Dat is onze toegankelijkheidsbrowser voor mensen met een verstandelijke beperking. Daar gaan we straks wat meer over zeggen. Voilà. Vermits mijn bed zo weinig zijn, ga ik niet met de PowerPoint werken, maar ga ik onmiddellijk gewoon naar klassement zelf gaan. Dat gaat een beetje gemakkelijker werken. Voilà. Als je klassement opent, dan zie je dit. Normaal gezien is de startpagina voor iedereen een stukje hetzelfde en een groot stuk gepersonaliseerd. En hoe krijg je dat nu gepersonaliseerd? Daarvoor moet je je profiel gaan goed stellen. Voilà. Hoe doe je dat? Als je klassement ziet, dan zie je hier in het rechterbovenbalkje je naam staan met daarnaast een klein pijltje. Als je daarop klikt, dan kan je naar je profiel en je instellingen gaan. Ik klik eventjes op profiel. Dan zie je dat hier bij mij een fotootje staat. Dat is geen verplichting op klassement, maar we vinden dat wel leuk dat zoveel mogelijk mensen dat doen. Want we willen heel erg inzetten op het feit dat klassement een netwerk is. En dan is het leuk dat je daar een fotootje van de mensen kan zien. Het hoeft niet. Wat we wel niet doen, zijn van die avatars. We hebben liever echte fotootjes. Wat kun je hier allemaal op je profiel gaan zetten? Hier kan je bij wijzig gegevens klikken. Daar kan je invullen wat je wil, waar je woont. Die informatie is niet allemaal zichtbaar als je dat niet wil. Voilà. En hier kan je eventueel je eigen persoonlijke website nog aan toevoegen. Je kan hierin iets meer over jezelf zetten, over het vak dat je geeft of wat je belangrijk vindt in het onderwijs. Voilà, ik ga even terug naar het profiel. En dan een heel belangrijke is hier wijzig functies. Hier zie je wat mijn functies zijn. Ik heb mezelf heel kort voorgesteld door alleen mijn naam te zeggen. Ik werk buiten op klassement, geef ik ook nog altijd les. Els ook trouwens. Ik zelf geef Frans in een stedelijke school in Antwerpen. Als ik hierbij wijzig mijn functies, dan kan je hier aanklikken wat jouw functie is binnen het onderwijs. Je bent misschien niet per se leerkracht, misschien bent u hier als ouder of als directie of als huiswerkbegeleider. En dan kan je aanklikken aan welk niveau je les geeft. Ik heb dat nu voor mezelf, heb ik alles aangeduid van Frans, maar dat komt een stukje omdat ik voor klassement werk en omdat ik dan graag alles zie voor mijn vak wat er online is. Maar moest ik enkel les geven, dan duid ik dat hier aan. Secundair, eerste en tweede graad. Voilà, je kan meerdere vakken aanduiden. Je kan zelfs meerdere scholen ook aanduiden. Uw lerarenkaartnummer is niet verplicht, maar dat kan je doen. En hier kan je de school aanklikken en kan je eventueel, als je meerdere scholen hebt waarin je les geeft, kan je er meerdere aan toevoegen. Als het allemaal klaar is, dan klik je op bewaar en dan staat dat goed ingevuld. Waarom is dat nu belangrijk, dat die instellingen goed staan? Omdat klassement voor een groot stuk gepersonaliseerd werkt. Je gaat de nieuwsbrief ontvangen. Laat ik zo meteen eventjes zien waar je die waar je dat kan aanduiden of je de nieuwsbrief wenst of niet, kan dat trouwens zeker aanraden. Maar ook uw startpagina gaat gepersonaliseerd zijn. Als ik nu klik op de startpagina, dan zie ik hier aanbevelingen op maat. En dat zijn dan dingen die ik voorgesteld krijg omdat ik Frans geef. Sta je in het kleuteronderwijs, dan gaan hier andere leermiddelen worden gesuggereerd.
Wat is ook een belangrijke? Dat zijn de instellingen. Dus ik klik terug bovenaan rechts, onder mijn naam en dan klik ik op instellingen. En hier kan ik kiezen of ik de nieuwsbrief ontvang en of ik de meldingen van klassement wil krijgen. Je kan dan ook kiezen of je die meldingen wekelijks wil krijgen of in welke frequentie jij wenst. De nieuwsbrief is zeker een aanrader als je die nog niet ontvangt, om dat zeker te doen. Ook daar gaan we gepersonaliseerd werken. Dat wil zeggen, als je in het secundair onderwijs staat, ga je de nieuwsbrief krijgen waarin leermiddelen staan voor het secundair onderwijs. Voilà. En dan gaan we eens kijken naar de startpagina. De meeste mensen gaan op klassement omdat ze iets zoeken, een bepaald leermiddel zoeken of leermiddelen rond een bepaald onderwerp zoeken. Daarvoor ga ik klikken bij leermiddelen. Ik kan dat hier ook gewoon ingeven. Ik kan ook naar leermiddelen gaan, dan zie ik onmiddellijk al in mijn linkerbalk dat daar kan worden gefilterd. Hier zie ik de onderwijsniveaus die ik heb aangeduid in mijn profiel. Bij jullie zal dat er dus ietsje anders uitzien. Ik zie ook hier mijn vak, voor mij is dat Frans. Ben ik voor iets op zoek naar dingen buiten mijn profiel of buiten mijn vak, dan zie je dat je hier ook een dubbel pijltje hebt en daar kan je dan gaan kijken buiten je profiel. Er staan heel erg veel leermiddelen op klassement. Als je op de homepagina ziet, dan zie je het zijn er 83.961. Dan spreekt het voor zich dat het interessant is dat wij zo geavanceerd mogelijk gaan zoeken, zo efficiënt mogelijk gaan zoeken en misschien hier en daar wat filters instellen. Voilà. Hier in de zoekbalk kan ik een trefwoord ingeven en dat trefwoord dat kan gaan verwijzen naar een themapagina of een leermiddel. Ik ga hier bijvoorbeeld, het is binnenkort Pasen. Voilà. Ik tik Pasen in, ik krijg hier al een aantal suggesties. Ik ga gewoon Pasen zelf nemen. En dan krijg ik hier 329 leermiddelen die over Pasen gaan. Dat zijn er natuurlijk nog heel erg veel. Dan kan ik hier verder gaan selecteren. Zoek ik voor het vijfde leerjaar en ik ga dat hier aanklikken, dan zijn het er nog maar 100. Verder kan ik dan ook nog gaan klikken op mijn vak. Als ik nu klik op Frans, dan zie ik dat er nog maar 3 overschieten. Dus dat zijn 3 leermiddelen voor Frans rond het thema Pasen. Wat kan je nu verder nog gaan doen? Je kan die gaan bekijken, maar het is misschien wel interessant. Stel je voor dat je volgend jaar naar hetzelfde op zoek bent of je bent nu al een beetje aan het bekijken wat je wilt doen binnen 3 weken en volgende week ga je dat terug bekijken. Je kan die zoekactie ook gaan bewaren. Hoe doe ik dat? Dan ga ik hiernaast klikken bij bewaar zoekactie. Ik kan die een naam geven, dus ik kan misschien in dit geval van maken Pasen, vijfde leerjaar Frans. En dan klik ik op bewaar. Dan staat die volgende keer bij mijn zoekacties en dan moet je dat niet elke keer opnieuw gaan doen. Heel belangrijk hierbij is dat je hier ook kan aanklikken meld nieuwe resultaten. Dat zou ik zeker aanraden, want op het moment dat iemand op klassement 1 van onze meer dan 300.000 leden een nieuw leermiddel gaat toevoegen dat aan deze zoekactie voldoet, dan krijg ik daar onmiddellijk een melding van. Die melding dat gaat hier een rood bolletje zijn naast je naam. En dan krijg ik onmiddellijk de melding iemand heeft een nieuw leermiddel toegevoegd voor vijfde leerjaar Pasen. Als ik terug ga naar mijn leermiddelen, ik ga dat eventjes wissen, dan zie ik naast de zoekbalk mijn zoekacties en gevolgde leden. Als ik op het klein pijltje druk en ik klik naar onder, dan zie ik hier Pasen, vijfde leerjaar Frans. En dan krijg ik terug die zoekactie te zien.
zonder dat ik daarvoor terug alles heb moeten doen. Je ziet dat ik hier nog een aantal andere zoekacties heb bewaard. Deze is nu een voorbeeldje, die ga ik straks wissen, maar wat ik bijvoorbeeld heel vaak gebruik is luistervaardigheid voor Frans. En elke keer vandaag nog dat er eentje bij komt, je ziet deze is er vandaag bijgekomen, heb ik daar een melding van gekregen, er is een nieuw leermiddel voor luistervaardigheid Frans. Wat kan je nog gaan zoeken? Je kan ook, als ik bijvoorbeeld een iets breder trefwoord ingeef, bijvoorbeeld actualiteit, dan zie ik dat ik hier een aantal trefwoorden krijg, zoals daarnet een aantal suggesties die met actualiteit te maken hebben. Maar je ziet dat hier ook eentje staat waarachter thema staat. Die verwijst dan naar een themapagina. Als ik daarop klik, dan zie ik de themapagina met alles wat op klassement staat dat te maken heeft met actualiteit. Dit is nu een hele ruime natuurlijk, want je ziet dat daar dan 972 leermiddelen op staan. Dat zijn er natuurlijk nog heel veel. Dus je kan hier dan op dezelfde manier gaan filteren als dat je in de gewone leermiddelen bent aan het zoeken. Bijvoorbeeld, ik zoek specifiek iets voor het secundair, de dubbele finaliteit, tweede graad. Voilà. En dan zie je dat er nog maar een derde van overschiet. Voilà. Als ik te snel ga, dan moet je trouwens ook, moet jullie het zeker zeggen. Voilà. Ik ga dat eventjes terug afzetten, die filter. Voilà. Op die themapagina heb je hier kort de info over wat voor soort leermiddelen vind je op deze themapagina. Als je zegt, oh, dat is een interessante om te volgen, dan kan je hier klikken, volg de themapagina en dan ga je ook weer meldingen krijgen wanneer er nieuwe zaken bijkomen. Voor alles wat je op klassement doet trouwens, of je in de leermiddelen gaat of in een themapagina zit, kan je hier ook gaan sorteren hoe je hoe je graag dat te zien krijgt. Ik zelf zet dat altijd in een lijstje. Ik vind dat iets handiger. Andere mensen kiezen voor tegels. En dan klik ik hier bij weergave. Voilà. En dan krijg ik dat in tegeltjes te zien. Dus dat is naar voorkeur. Ik ga het terug op mijn lijstje zetten. Rechts daarvan kan je ook nog eens sorteren op wat jij belangrijk vindt. Je kan dat gepersonaliseerd dus ook zetten volgens jouw profiel. En je kan dan hier kiezen op de recentste eerst. Of als ik zeg, ja nee, ik hoef niet per se de meest recente eerst. Ik ga kiezen voor degene die de hoogste score krijgen om die eerst te zetten. En een score, dat is dan wat gebruikers aan dat leermiddel hebben gegeven. Voilà. Ik ga eventjes terug naar leermiddel. Als ik bijvoorbeeld iets ingeef, ik ga nu, of jullie mogen ook altijd een suggestie doen om in te geven. Ik kies bijvoorbeeld terug Pasen. Voilà. Dan ga ik heb al net gezegd, je kan hier links gaan filteren op onderwijsniveau, op vak, maar je kan ook gaan filteren op soort leermiddel. En welke soort leermiddelen zijn er allemaal te vinden op klassement? De grote hoop leermiddelen zijn downloadbaar lesmateriaal. Dat zijn de werkblaadjes, de werkbundeltjes die leerkrachten maken en die op klassement worden gedeeld. Maar er zijn ook heel veel interactieve oefeningen. Interactieve oefeningen, dat zijn de oefeningen die leerlingen zelf kunnen maken. Sommige daarvan, en daar gaat Els het straks uitgebreid over hebben, die komen op onze oefen.be te staan. Sommige worden gedeeld met een lerarenlink voor leerkrachten, dat ze zo aan hun leerlingen kunnen geven. Dat zijn de twee grote groepen, soorten leermiddelen. Maar wat we hebben nog, je kan een artikel terugvinden op klassement. Dat zijn dan in dit geval interessante artikels rond het thema Pasen. Je hebt websites, je hebt apps of software, je hebt video's en dan kan je ook nog, heb je beeld, dat komt nu niet zo heel vaak voor. Fysiek materiaal, dat zijn bijvoorbeeld didactische koffers of spelmateriaal dat je ergens kan gaan uitlenen en nascholingen rond een bepaald thema. Voilà.
Als je echt op in detail wil gaan zoeken, dan kan je hier verder ook nog bijvoorbeeld op handboek of methode. Dat doe ik voor Frans vaak. Ik weet niet of jullie voor jullie vak, of misschien staan jullie in de lagere school, met een aantal handboeken werken. Dan kan je hier ingeven, bijvoorbeeld, ik ga er eentje nemen voor Frans. Voilà, dat is een nieuwe methode die nog niet zo heel lang op de markt is. Ik kies hier Casco 5 en dan zie je dat daar toch al op korte tijd 44 leermiddelen zijn gemaakt die aan die methode zijn gelinkt. Dus als je met een methode werkt, vind ik dat wel een heel handige, want dat zijn dan bijvoorbeeld woordkaartjes, in mijn geval voor Frans, vocabulairlijstjes die erbij worden gemaakt, toetsen, extra werkbundeltjes. En dan kan je echt ook gaan kijken over welk hoofdstuk zoek ik iets. Dat is eigenlijk aanvullend materiaal op je methode. Voilà. Als je een leermiddel gevonden hebt, bijvoorbeeld hetgene dat hier vandaag is bijgekomen, luistervaardigheid rond Parijs. Daar ga ik eventjes op klikken. En dan kom ik op de detailpagina van zo'n leermiddel. Wat zie ik daar allemaal op? Een korte omschrijving, de titel. Die omschrijving en die titel die wordt daar meestal door de moderatoren opgezet. Leerkrachten geven wel iets mee als ze delen en wij zetten dat dan een beetje naar de huisstijl van klassement. Dan heb ik hier een knop naar het documentje zelf. Je ziet in dit geval is er een opdracht, is er ook een verbetersleutel bij en hoort daar een luisterfragmentje bij waar ik hierop kan klikken. Hier heb ik wie dat leermiddel heeft gedeeld. In dit geval is dat Femke Peremans. Die heeft al 3 leermiddelen gedeeld voor Frans. Jammer genoeg heeft zij geen fotootje op klassement en ik zie meteen wat ze doet. Ik heb daarnet naar dat leermiddel gekeken. Ik vond dat heel erg de moeite. En het vorige ken ik ook van haar. Dus zij heeft een beetje het profiel dat ik ook heb. Wat is dan interessant om te gaan doen? Ik kan Femke hier gaan volgen. Voilà. Als ik Femke volg, ik krijg hier nog wat suggesties. Voilà. Dan ga ik vanaf nu ook melding krijgen wanneer zij iets nieuws heeft gedeeld. Waar vind ik dat dan? Als ik terug bij leermiddelen ga, dan vind ik dat hier bij mijn zoekacties en gevolgde leden. Als ik op het pijltje klik, dan zie ik hier nu ook staan leermiddelen van Femke Peremans. Dus ik kan snel terug naar haar gaan kijken en ik krijg ook weer melding wanneer ze iets nieuws heeft gedeeld. Wat vind ik hier nog allemaal op die detailpagina van ons leermiddel? Dat zijn hier suggesties die door de moderatoren worden gedaan, door Els, door mij en door al onze collega's. Dat zijn leermiddelen die dan ook voor jou interessant zouden kunnen zijn. Die vind je hieronder. Voilà. Hiernaast aan de rechterkant zie ik voor welk niveau en voor welk vak is dit leermiddel bedoeld. Wanneer is het online gekomen? Dit is er vandaag opgekomen. Een nummertje. Elk leermiddel op klassement heeft een eigen en uniek nummertje. Je kan ook op die nummertjes zelf gaan zoeken, maar ik denk dat Els dat straks uitgebreider aan bod gaat laten komen wanneer ze het heeft over oefen.be. En je ziet dat, en dan zie je hier de feedback op een leermiddel. Er is nog geen reactie op gegeven, er is nog geen score aangegeven. Nu, dat heeft er dan waarschijnlijk ook mee te maken dat het er vandaag pas is opgekomen. Maar zelfs dan heeft het wel al 23 bezoekers gehad. Ik kan dat leermiddel hier ook gaan delen. Ik kan dat gaan delen via klassement, via een berichtje op klassement. Ik kan dat naar eventueel een collega mailen of ik kan dat gaan delen via een van die gekende kanalen. Voilà. Wat heel belangrijk is, ik moet het eventjes open doen. Voilà. Als ik hierop klik, dan zie ik dat dat een werkbundeltje is. Ik heb daar eventjes op geklikt, omdat ik anders niet kan laten zien hoe ik daar een reactie op kan geven. Mensen die leermiddelen plaatsen op klassement, die zijn we enorm dankbaar. En het is voor hen superleuk
als zij een beetje erkenning krijgen voor wat ze doen. En dat kan je doen door een reactie of een score te geven. Het is heel fijn als je iets daarop plaatst, dat je ziet dat het ook effectief wordt gebruikt door iemand anders, dat andere collega's er iets aan hebben gehad. Dus dan kan je hier een reactie gaan geven. Je kan er ook een korte score aan geven. Ik zou hier zelfs durven op zeggen, uitstekend. Als ik nu nog een aanvulling wil doen, bijvoorbeeld bij dit leermiddel. Ik heb zelf een ideetje van een oefening die ik daarbij heb gedaan. Ik heb dat gebruikt, ik heb dat aangevuld. Dan kan ik dat ook gaan delen op klassement. En dat kan je doen door hier een aanpassing of aanvulling toe te voegen. Dan wordt dat automatisch gelinkt aan dit leermiddel. En dan wordt dat ook de bron van jouw leermiddel. Wat ik jullie zeker nog wou laten zien, ik moet hier mijn tijd een klein beetje in toog houden, dat ik niet over mijn half uurtje ga, want dan ga ik het aan Els overlaten, dat is iets favoriet maken. Dat doe je door daarnaast te klikken en dan ga je dat toevoegen aan je favoriete leermiddel. Je gaat dat dan in een favoriete map plaatsen. In dit geval, het is luistervaardigheid, zou ik dan een map maken, luistervaardigheid Frans. Of ik kan dat toevoegen aan een map die ik al heb, maar ik ga jullie laten zien hoe je zo een nieuwe map maakt. Ik geef die een titel. Voilà. En ik kies wie mijn map kan bekijken. Voorlopig zou ik zeggen alleen ik, want er staat er nu nog maar één leermiddeltje in. Maar na verloop van tijd staan daar misschien heel veel interessante dingen in die ik met heel de wereld wil delen. Met heel de wereld, dat is in dit geval klassement. En dan kies ik voor iedereen. Als ik zeg, ik wil dat bijvoorbeeld dat mijn collega's dat kunnen zien, dan kan je de link ook doorsturen naar je collega's. Ik zal hem op iedereen zetten. Voeg toe. Voilà. En nu staat dit leermiddel in mijn favoriete map, luistervaardigheid. Waar vind ik die nu terug? Weer ga ik klikken rechtsbovenaan naast je naam, naast je profiel. En dan kan je hier onderaan zie je favorieten. Voilà. Wat zie je daar? Hier zie je bovenaan de drie leermiddelen die je als laatste favoriet hebt gemaakt. Als ik klik op bekijk alle, dan zie ik alle leermiddelen die ik tot favoriet heb gekozen. En hieronder zie je je favoriete mappen. Hier ook weer drie mappen die je als laatste hebt aangemaakt. Hier zie je dus mijn mapje dat ik net heb aangemaakt, luistervaardigheid Frans. Ik klik er eventjes op. Deze ziet er natuurlijk nog een beetje saai uit. Ze heeft geen prentje, ze heeft nog geen omschrijving. Dat kan ik makkelijk hier gaan aanpassen. Ik klik op het potloodje en dan kan ik daar een zinnetje bij typen. Bijvoorbeeld interessante leermiddelen. Leermiddelen voor luistervaardigheid. Als het nu niet zo snel gaat, dan doe ik dat natuurlijk een klein beetje uitgebreider. Voilà. Zo, ik ga dat doen in naam van mezelf. Voilà. Je kan dat dan opleuken met een printje. Als ik daarop klik, dan zit je automatisch in onze in de zoekmachine van Pixabay, of in de database, sorry, van Pixabay. Daar tik ik bijvoorbeeld in luisteren. En dan heb ik allemaal printjes. Voilà, ik ga dit kiezen. En dan ziet dat er al wat opgeleukt uit. In zo'n favoriete mapje kan je op dezelfde manier gaan filteren. Nu, als er maar eentje staat, zoals in dit geval, is dat uiteraard niet nodig. Maar je hebt favoriete mappen die ontzettend uitgebreid zijn. En dan kan je hier ook weer gaan filteren op de manier dat ik daarnet heb laten zien. Voilà. Zo'n favoriete map kan je ook gaan volgen. Dan moet ik er eentje van iemand anders nemen. Voilà. Dan ga ik bijvoorbeeld naar onze leden. Ik tik hier in Els haar naam. Zij heeft ongetwijfeld heel veel favoriete mappen. Voilà. Dan kom ik op Els haar profiel. Ik zie haar leermiddelen. Ik zie haar favoriete mappen. Voilà. Ik kies bijvoorbeeld dag van de leerkracht en ik kan deze favoriete map gaan volgen. Voilà. Nu krijg ik ook weer een melding elke keer als daar een nieuw leermiddel aan wordt toegevoegd. Voilà,
Als er vraagjes over zijn, mogen jullie die zeker stellen. Dit was het, denk ik, voor het gericht zoeken en de favoriete mappen. En dan ga ik afsluiten kort nog met jullie de deelsites op klassement te laten zien. Klik ik terug bovenaan in de blauwe balk en daar klik ik op deelsites. Voilà. Wat is zo een deelsite? Je hebt daarnet gezien dat daar ongelooflijk veel leermiddelen op klassement staan. Wel, er zitten een paar, ik zal ze noemen, mini-klassementjes in. Bijvoorbeeld de lat hoog voor talen. Eentje die voor mezelf interessant is. Daar vind je alle leermiddelen op die gedeeld worden voor talen. Zowel voor vreemde talen, klassieke talen, Nederlands, Nederlands als tweede taal. Leermiddelen voor onthaalklassen, voor immersie, alles wat met taal te maken heeft, vind je hierop. Dat werkt op dezelfde manier als klassement. Alleen ga je hier al een hele grote filter hebben. Je ziet dat hetzelfde leermiddel van daarnet ook weer bovenaan komt. Dat is natuurlijk omdat dat eentje is die gedeeld werd voor taal. Je kan hier ook gaan zoeken op vaardigheid. Ik ga eventjes terug naar klassement. Dat doe ik door hier te klikken. Voilà. Welke deelsites hebben we nog die interessant zijn? Iedereen telt mee is onze deelsites voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Kiezen voor STEM, daar vind je alle leermiddelen die als trefwoord STEM hebben, dus die te maken hebben met technologische en exacte wetenschappen. We hebben een klassement voor de kleuterklas, waar dus al een grote filter op zit voor en dus alles wat voor kleuters en peuters zit. Ja, sorry, ik was eventjes afgeleid, want ik zie dat, dat er een vraag is over de favoriete mappen volgen. Ja. Ik ga er zo meteen... Ah, of Els gaat het nog eens tonen. Dat is ook prima. Voilà. Dus dit zijn onze deelsites. Voor de rest hebben wij ook nog andere initiatieven op klassement. Dat is de DigiSnap. Dat is om eigenlijk... de ICT-competenties van jou en je schoolteam in kaart te brengen. En een heel belangrijke is Why Not, onze toegankelijke website voor jongeren die nood hebben aan extra ondersteuning, die met specifieke onderwijsbehoeften. Hier kunnen zij naartoe gaan en dan kunnen zij eigenlijk op een heel eenvoudige en veilige manier ook gebruik maken van het internet. Daarop staan artikeltjes die worden voorgelezen, die in heel eenvoudige taal daarop komen, ook rond actualiteit. Ik moet zien dat ik mijn tijd in toog hou. Ja, ik weet het, Els. Het is aan jou. En ik ben hier dan, ik eindig hier met oefen.be. Dat is onze vernieuwde oefensite. En die gaat Els jullie in detail uitleggen. Voilà. Els, ga jij de favoriete map volgen nog doen? Of zal ik het even laten zien? Ik zal teruggaan naar de favoriete mappen. Oké, prima. Ik ga mijn scherm delen. Jullie zitten op de startpagina van klassement en ik ga je even tonen op welke manieren je die favoriete mappen kan vinden. Je hebt hier het knopje netwerk, dus we hadden enerzijds alle manieren om leermiddelen te vinden, maar ook ons netwerk is belangrijk. Als je weet dat iemand lid is van klassement, kan je die heel makkelijk terugvinden op deze manier. Ja. Ik ga nu gewoon tonen via het team van klassement, want daar kan je ook leerkrachten vinden, hoe dat je hier favoriete mappen kan volgen. Dat is exact hetzelfde als je bij leden een naam van een persoon zou ingeven. Ik weet dat bijvoorbeeld Nicolas, hij is onze moderator voor de deelsite van Iedereen Telt Mee, dus ik weet dat hij ontzettend veel interessante favoriete mappen heeft in verband met leerzorg. Je zit op het profiel van Nicolas of van een andere collega. Wanneer je naar beneden scrolt, ja, zie je hier de favoriete mappen van Nicolas staan. Ik klik op alle favoriete mappen. Ik kom nu in het overzichtje terecht van Nicolas. En ik kan dan zien welke hij openbaar heeft staan. Dus je kan daardoor scrollen. Stel dat ik zeg van, oh, beloningssystemen, dat lijkt mij wel interessant. Ja, je kan hierop klikken en dan opent deze favoriete map. En dan heb je hier die knop staan, volg favoriete map. Volgen wil zeggen, elke keer als Nicolas er iets nieuws in plaatst,
Ja, krijg jij hiervan bij dat belletje? Er is blijkbaar iets gebeurd dat er iets staat. Dus Nina hier volgt mijn favoriete map. Dus die melding gaat Nicolas krijgen. Ja. Ik kan ze ook kopiëren, deze favoriete map. Wat wil kopiëren zeggen? Ik ga de inhoud die hier staat naar een eigen favoriete map kopiëren. Ik ga dat gewoon voordoen. Kopieer map. Ik ga een nieuwe map maken, want ik heb er al heel veel, maar ik denk niet dat ze daarin passen. En ik ga deze ook beloningssysteem noemen. Ik ga even terug. Beloningssysteem. En ik ga die ook publiek zetten voor iedereen, zodat ook andere mensen deze kunnen terugvinden. Ik heb nu op bewaar geklikt en ik volg automatisch nu ook deze map. Ja, als ik zeg van ik hoef niet te weten wat Nicolas er vanaf nu instopt, dan kan je stoppen met volgen. Waar vind ik deze favoriete map nu terug? Linksbovenaan op mijn naam, op mijn profiel, zie ik hier mijn favorieten staan. Ik ga hier naar mijn mappen. En dan zie je, ik heb ook af en toe al uittestmapjes gemaakt, maar hier staat het mapje van beloningssysteem. En vanaf nu, ik heb die map gekopieerd, die is vanaf nu van mezelf. Dus wanneer ik zeg van, oei, die beloningsladder, dat vind ik maar niks. Ik ga die wegdoen, ik ga die verwijderen uit mijn favorieten. Dan is dit geen favoriet meer. Ja, dus vanaf nu kan ik met deze map doen wat ik wil. En zoals Nina al toonde, ik kan dat prentje aanpassen. Ik kan er een beloning in steken. Ik kan hier nieuwe favoriete mappen bij plaatsen. En ik kan ook in zo'n favoriete map echt gaan sorteren. Stel dat ik zeg, ik wil eens kijken wat echt voor mijn doelgroep is. Ik sta in de derde graad. Dan vind ik bijvoorbeeld dit ene leermiddel. Dit zijn de favoriete mappen. Is de uitleg nu een beetje duidelijk? Ja, ik zie een dank u wel staan, dus ik veronderstel dat het in orde is. Anders kom ik er graag straks nog wel eens op terug. Okay, mijn volgende stukje gaat over oefen.be. Dat kan je ofwel vinden bij de deelsites. Ja. Ofwel ga je echt gewoon klikken op hier van boven in de URL oefen.be. En dan kom je daarop uit. Ik ga eerst heel kort kaderen. Klassement is zoals Nina al zei, dat is voor leerkrachten, door leerkrachten. Je moet daar ook op aanmelden. Je moet eigenlijk 18 zijn voordat je je lid kan maken. We proberen dat ook te controleren dat er geen leerlingen op klassement zitten. Ja? Uiteraard als zij liegen over bepaalde gegevens, ja, dan glippen zij soms wel door de mazen van het net. Dat is klassement. Wat is oefen.be? Dat is een oefensite voor leerlingen waar zij zonder aan te melden zoveel oefeningen kunnen maken als ze willen. En het leuke is, bij die oefeningen die ze maken, die staan enkel op oefen.be als ze feedback krijgen. Ik ga dit stukje doorlopen met een presentatie, omdat ik dat makkelijker vind om sommige linkjes tussen klassement en oefen.be te laten zien. Dus ik zit hier op die startpagina en ik had al gezegd, er zijn een aantal voordelen waarom dat dit voor leerlingen is. Ze moeten niet aanmelden. Het is gratis. Ze moeten voor geen enkele oefening die ze er vinden betalen. Ja. Je kan zoeken op onderwijsniveau en op verschillende vakken. En ze krijgen feedback bij die oefeningen. Die oefeningen, hoe komen die op oefen.be? Leerkrachten delen video's en interactieve oefeningen op klassement. En deze staan dan op klassement, zodat leerkrachten deze kunnen downloaden en kunnen aanpassen voor hun leerlingen. Wanneer deze oefeningen zelf verbeterend zijn en feedback geven aan leerlingen, dan kunnen deze op oefen.be terechtkomen. Dan worden die automatisch doorgestuurd. Dus ze zijn ook echt gemaakt door leerkrachten of door educatieve uitgeverijen of organisaties. Ja. Ook voor video's geldt het. Zijn dit uitlegvideo's waar leerlingen zelfstandig naar kunnen kijken zonder dat ze extra info nodig hebben, dan komen ook deze video's op oefen.be. Dus alles wat je daar vindt, is gemaakt door leerkrachten of door dus educatieve uitgeverijen of organisaties. En is ook nog eens gecontroleerd door een moderator of er geen foutjes in zitten. Uiteraard
kunnen er altijd wel eens foutjes zijn, maar dan kan je deze melden en dan proberen we dit zo snel mogelijk op te lossen. Hoe zie je op klassement of de video of de AI-oefening ook op oefen.be beschikbaar is? Nina toonde al hoe je kan zoeken op klassement. Je kan zoeken op interactieve oefening en op video, dus op deze twee bouwstenen. Wanneer je daarop zoekt, vink je ook echt die twee blokjes aan als je wilt checken, vind ik dit op oefen.be. Ik heb dit gedaan met werkwoorden vervoegen. Dus dat was mijn zoekwoord. Ik zocht interactieve oefeningen en ik zocht video's. En dan zie ik dat er nog 284 leermiddelen overblijven. En ik zoek echt iets waar mijn leerlingen mee aan de slag kunnen. Ik opende in dit geval het tweede blokje hier. Voltooid deelwoord flashcards. Ik opende dit leermiddel en ik zie hier de oranje knop gaan naar de AI-oefening. Dan kan je deze bekijken. En ik zie ook hier die melding staan oefen.be. Nina had het al over dit nummertje. Elk leermiddel op klassement heeft een uniek nummertje. En dit nummertje, ik schrijf dit bijvoorbeeld in de kantlijn van mijn cursussen. Of ik geef die nummertjes door via Smart School aan mijn leerlingen. Het enige wat zij van mij dan krijgen is een nummertje. En zij weten ondertussen, oefen.be schuine streep. En het nummertje wat de leerkracht mij heeft doorgestuurd. Ja. En dan gaan zij zelf aan de slag. Ze krijgen feedback. Ze kunnen die oefening zo vaak opnieuw maken als ze willen. Wil je dit zoeken op oefen.be? Dit gaat eigenlijk exact op dezelfde manier. Je start door te klikken op een van deze tegels op de startpagina. In dit geval, deze oefening was voor lager onderwijs, dus ik vink lager onderwijs aan. Opnieuw werkwoorden vervoegen. Ik geef eventueel nog een leerjaar in, maar dat is niet verplicht. En dan vind ik deze leermiddelen. Dus van die 200 en zoveel die we daar straks op klassementsdagen staan, zijn er 67 die voor het lager onderwijs zijn en die terug te vinden zijn op oefen.be. Ik ga hier ook zoeken. Ik kan hier nog verder filteren. Hetzelfde systeem als op klassement. Ik zeg toon video en start oefening. Dus de eerste blok die je ziet staan is een video. De tweede blok die je hier ziet staan, het tweede leermiddel, is een oefening. Wanneer leerlingen op deze knop klikken, dan opent een nieuw tabblad en opent dadelijk de video, bijvoorbeeld in YouTube, of dadelijk de oefening, een boekwidget of een Kahootje. Je hebt ook het knopje meer info. Dat is echt een detailpagina. En dit is interessant voor jou eventueel als leerkracht. Dus ik ga zo deze detailpagina openen. Dus ik heb in dit geval hier geklikt op die meer info. Dit is die detailpagina op oefen.be. Ook een beetje soortgelijk aan de detailpagina van klassement die Nina daar straks toonde. Ook hier vind je trefwoorden. Dus je zou daarop kunnen klikken als je zegt van ik wil echt tegenwoordige tijd en verleden tijd oefenen. Dan krijg je opnieuw een zoekresultaat dat daarover gaat. Ik zie de video staan. Ik krijg een korte omschrijving. Ik zie hier voor welk vak en welke doelgroep. En ik kan dit eventueel ook delen. Ik zal eerst terugtonen. Dus wanneer je hier klikt op deel deze video, dan kan ik die ook als leerkracht heel makkelijk met mijn leerlingen delen. Ik krijg enerzijds het linkje oefen.be. schuine streep en het nummertje van deze video. Maar je kan ook, en dat vind ik zelf ook wel leuk voor een hoekenwerk bijvoorbeeld, QR-codes downloaden. Je legt die dan op jouw bank of je plakt die in jouw lokale tegen de muren. Leerlingen lopen rond met hun iPad of mijn jongens zijn al groter, want ik geef les in het vijfde en zesde middelbaar, met hun gsm, je laat dat scannen. En ze zijn oefeningen aan het maken en kunnen zelfstandig bijvoorbeeld een aantal hoeken doorlopen waar ze telkens instructievideo's krijgen bijvoorbeeld. Onderaan, net zoals bij klassement, heb je één of meerdere suggesties van als je deze video interessant vindt, vind je bijvoorbeeld deze, je ziet het aan het icoontje, vind je misschien ook deze oefening leuk om te doen, als je denkt dat je de leerstof begrijpt. Zoals ik al zei, soms sluipen er foutjes in oefeningen of in lesmateriaal. Ook hier kan je problemen melden. Je zag hier rechts opzij kernwoorden staan. Daaronder vind je meld jouw probleem.
Je kan aangeven welke fout je wil melden. Is een linkje gebroken, dus dat is een drop-down menutje. Zit er een inhoudelijke fout? Werkt er iets niet? Is de oefening verouderd? Zitten er tikfoutjes in? Gelijk welke oefening, welk probleem je opmerkt, we horen dat dan graag. Optioneel kan je je e-mailadres ingeven en dan laten we jou weten wat er met de oefening is gebeurd. En dan kan je dit verzenden. En elke dag controleren we onze meldingen om oefen.be zo correct en juist mogelijk te houden voor leerlingen. Het netwerk, Nina had het daar ook al over gehad, over die leerkrachten die interessant waren. Dus ik ga daar opnieuw supersnel doorgaan, want ik zie dat we nog een kwartiertje hebben. Hoe vind je interessante leerkrachten? In dit geval was ik aan het zoeken naar leermiddelen in verband met wetenschappen. En ik kwam hier iets wat gedeeld was door Thomas. Je ziet daar ook zo dat KC-bolletje bij staan. Dat wil zeggen dat hij een van onze collega's van klassement is. Wanneer ik zeg van, oh, zo interessant, ik ga Thomas volgen. Je klikt hier, Nina was via de profielpagina gegaan, maar je kan ook dus gewoon via een leermiddel gaan. Je klikt op volg leermiddelen. Je kan ook zo bijvoorbeeld organisaties volgen. Stel dat je zegt van, oh, ik ben super geïnteresseerd in ICT op school, kan je bijvoorbeeld de organisatie Mediawijs volgen. Stel, je bent gigantisch fan van die eduboxen van de VRT, regelmatig zetten zij er terug online, kan je ook gewoon de VRT volgen en elke keer nieuwe eduboxen online komen, krijg je daarvan een melding. Dus ook organisaties kan je op deze manier volgen. Nina toonde het ook al, je volgt iemand, dan krijg je nog een aantal suggesties. Die persoon zelf krijgt een belletje van, oh, iemand vindt jouw lesmateriaal interessant en gaat jou vanaf nu volgen en krijgt dan een melding bij jouw volgende toevoeging. Ja? Dus zij krijgt deze melding. Op zich een complimentje, hè, dat mensen jou willen volgen, jouw leermiddelen willen volgen, want dat wil zeggen dat ze die graag willen gebruiken in hun lessen. Nina toonde al waar je deze kan vinden. Ook ik heb een aantal vaste zoekacties, zoals actualiteit. En in dit geval ook de leermiddelen van Thomas. Wanneer ik deze ga zoeken, ik kan het ook gewoon eventjes tonen terug. Ik zie dat mijn scherm gewoon blauw werd. Ik ga terug naar klassement. Ik zit op de startpagina en ik zie hier mijn zoekacties. En ik zie hier bijvoorbeeld mijn collega Sanne deelt materiaal. Ook hier kan je heel makkelijk daarna terugfilteren in die linkerkolom om te weten, om daartussen te gaan zoeken. Als je zelf al materiaal hebt gedeeld, dan kan je op jouw profielpagina gaan kijken hoeveel mensen jou bijvoorbeeld volgen. Mijn pagina is niet zo realistisch, aangezien ik al meer dan 7 jaar als moderator werk. En ik een vak geef waar geen boeken voor zijn, of niet zo'n goede boeken voor zijn, dus heel veel lesmateriaal maak. Maar je kan dan bijvoorbeeld zien hoeveel leerkrachten jou volgen, hoe vaak iets al gedownload is, en zo verder. En dan kan je, als je zegt van, oh, ik ben echt wel trots, ik ben een trotse klassementgebruiker, kan je dit bijvoorbeeld delen op klassement. Een ander leuk gegeven van het netwerk is onze leraarskamer. Dus ik heb opnieuw op netwerk geklikt. En je ziet hier bovenaan, dus ik had hier al ons team getoond. Ik had hier ook al, of Nina had hier ook al getoond, dat je gewoon leden op naam kan zoeken. Je kan organisaties zoeken. Maar helemaal bovenaan de leraarskamer. Wanneer je daarop klikt, kom je in de leraarskamer terecht. Hij ziet er dadelijk een aantal vragen staan van bijvoorbeeld een leerkracht die items zoekt voor de derde graad om dus leesjuf, een uitdaging voor Frans en zo verder. Dus je kan hier inscrollen als je zegt van we zijn op zoek naar een leuke methode of werking rond sociale vaardigheden. Stel dat jij een antwoord weet, kan je dit openklikken. Je ziet dat een aantal personen Leen al aan het helpen zijn geweest met tips en suggesties. Ja. Als je zelf ook een antwoord hebt, kan je gewoon heel simpel dit hier intippen. Je klikt op antwoord
Ja, en je gaat ook automatisch het onderwerp volgen. Dat wil zeggen wanneer Leen antwoordt of jou bedankt of een andere collega geeft nog tips, dan krijg je daar hierbovenaan een melding van. Stel dat je zelf een vraag hebt, ja, dan kan je gewoon heel simpel klikken op nieuw bericht. En ik heb bijvoorbeeld een vraag over de GIS-viewer. Ik heb met het nakijken van mijn eindtermen, welke heb ik dit jaar nog niet gedaan, gezien dat ik ook in PAV voor mijn beroepsleerlingen moet werken met een GIS-viewer. Dus ik kan bijvoorbeeld zeggen, ik geef les in de, en liefst zonder fouten. Ik geef les in de derde graad A-finaliteit. Richting hout. En wil graag met de GIS-viewer werken. Hoe pakken jullie dat aan? En ik heb graag... Ja, het moet wel in het interesseveld liggen van de leerlingen. En ik ben echt moe precies, want ik tip gigantisch veel fouten. Zo, en ik klik op, ah ja, ik kan nog zeggen, het is een algemene vraag of is het een tool of een tip? Het is ook niet echt een leermiddel, dus ik ga het gewoon bij algemene vragen laten staan. En ik klik op voeg toe. Als hij wil, ja. Oei, en ik was te ongeduldig. je ziet... Hier mijn vraag van vorige week staan. Ik ga klikken op algemene vragen. En hier staat mijn vraagje dat ik daarnet gesteld heb. Ja. Er heeft nog niemand op geantwoord. Stel dat ik hier nu nog een tipfout zie staan, kan ik het nog snel wijzigen. Stel dat iemand van jullie een geweldig goed idee heeft en mij een tip geeft, kan ik het nog verwijderen. Stel dat ik het niet meer wegkrijg of ik zie er toch een probleem in, kan ik een probleem melden. Nina volgt onze leraarskamer supergoed op. Dus dan plaatst zij ze ofwel op het juiste bord of ze zoekt mee naar een antwoord. Ik zie hier bovenaan bij mijn belletje een eentje staan en ik zie dat Nina een gouden tip heeft over hoe ik dit kan aanpakken. Nina heeft geen gouden tip, maar zegt, oh, ik vind dit ook een interessante vraag. En waarom is dit ook heel leuk om dit te doen in de leraarskamer? Nina zegt, ik vind dit ook een interessante vraag. En daardoor volgt ze ook de antwoorden die hierna op mijn vraag gegeven wordt. Dus dan komt zij ook dadelijk in contact met die interessante antwoorden om dit aan te pakken in de richting van hout. Zo, dus de leraarskamer. Je kan hier ook op filteren stellen. Je zegt van, ik zoek apps of ik zoek Kahoot. Misschien is er een vraag over Kahoot. Ja, dus iemand wil hier een quiz op tijd doen. Ja, dan kan je dus ook in het archief, je ziet het is een vraag van 4 jaar geleden, ook zoeken naar vragen en antwoorden uit die periode. Of bijvoorbeeld binnenkort verkiezingen. Ik ben er nu materiaal voor aan het zoeken. Dan zie ik inderdaad, er was toen maar 1 vraagje en dit is mijn vraag van een paar weken geleden. Ik heb al getoond wat je nog in ons netwerk vond. Dus daar ga ik niet meer over lopen. Dan hebben we het gehad over de home-knop. Dat is gewoon de startpagina van Klassement. Je hebt hier de leermiddelen. We hebben jou getoond hoe je heel gericht en efficiënt kan zoeken. We hebben getoond ons netwerk, want we zijn een leermiddelennetwerk. Zoek collega's, zoek het team van Klassement, stel jouw vraag in de leraarskamer. We hebben het gehad over de deelsite, zowel de lat hoog voor talen, iedereen telt mee, ICT. We hebben het belletje uitgelegd. We hebben ons profiel bekeken, gekeken hoe je heel snel naar je favorieten kan gaan, stel dat je berichtjes binnenkrijgt. Dus dan rest me nog deze voeg toe-knop. Zoals ik al zei, leermiddelen netwerk. Als je op voeg toe klikt,
kom je op een pagina met een overzicht van alle soorten bouwstenen, van alle soorten leermiddelen die je kan vinden en kan toevoegen op klassement. Uiteraard, zonder leerkrachten die deelden, zou klassement heel leeg zijn. Ja. Ik ga eerst heel snel met jullie overlopen. Zo. Als je deelt, dat is zo het ding waar we heel regelmatig mensen mee moeten teleurstellen. We zijn heel streng als het gaat over auteursrechten. Ja, deze mogen niet geschonden worden en we willen onze gebruikers echt beschermen, want die boetes kunnen hoog oplopen. Wat is auteursrecht? Ja? Iemand die iets creatiefs maakt, ook jullie, stel jullie maken een foto of jullie schrijven een tekst of jullie maken een leermiddel, dan komt daar automatisch, je moet daar niks voor doen, dan komt daar automatisch auteursrecht op. Want dat is van jou, dat was jouw idee en je hebt dat uitgewerkt. Ja? Dus in het onderwijs zijn er gelukkig heel wat mogelijkheden om te gaan met auteursrecht. Het eerste is als het een citaat is. Ja, bijvoorbeeld een citaat van William Shakespeare, dat is één zinnetje, dat mag je gebruiken in jouw lessen. Ja. Heb je dat materiaal nodig om jouw leerplandoelen te gebruiken? Dus niet alleen om konijntjes, bijvoorbeeld om de paasblaadjes mooi te maken, maar echt, je hebt die afbeeldingen nodig, bijvoorbeeld een cartoon om een analyse te doen, bijvoorbeeld. Ja, dan zou dit eventueel ook kunnen. Je moet altijd de bronnen vermelden en je mag de inkomsten van de auteur niet schaden. Dus ook al kopieer je een heel boek omdat je dat nodig hebt voor jouw eindtermen, dan schaad je de inkomsten van die auteur, dus dit mag niet. En de meeste scholen betalen reprobel, dat is voor al die kopies die je maakt voor jouw leerlingen. En daarmee compenseer je eigenlijk een beetje het auteursrecht van iedereen die daar geregistreerd staat. Nu, wanneer je deelt op klassement, zijn die regels strenger dan bij jou in de klas. Zoals ik daarnet al zei, als je die cartoon nodig hebt in de klas, is dat geen enkel probleem. Wanneer je die online gaat delen, kan dit jammer genoeg niet. We vragen het daarom. Gebruik auteursrechtenvrije afbeeldingen. En we hebben een hele lijst, ik ga zelfs er ook een aantal tonen. Gebruik auteursrechtenvrije afbeeldingen die je gewoon mag gebruiken, ook al is het gewoon ter illustratie. Ja? Heb je geen bron en staat een foto of een tekening er alleen maar in om die blaadjes voor de leerlingen aantrekkelijker te maken, verwijder dan die afbeelding wanneer je jouw lesmateriaal wilt delen op klassement. Wat ik zelf doe wanneer ik werkblaadjes maak, is gewoon op de allerlaatste pagina plak ik al mijn bronnen. Ik druk die pagina niet af voor mijn leerlingen, maar ik kan die pagina wel delen op klassement. Plus, als iemand ooit in mijn klas komt zien en vraagt naar mijn bronnen die ik heb gebruikt in mijn lesmateriaal, heb ik die ook digitaal op mijn laptop staan. En stel dat je die cartoon hebt, vervang die cartoon door het linkje naar de afbeelding wanneer je wilt delen op klassement. En dan krijgt die cartoonist toch een aantal kliks op zijn cartoon en is die ook blij. Ook als je video's maakt, die afbeeldingen die daarin zitten, moeten rechtenvrij zijn of je moet de rechten hebben. Gebruik je muziek? Ook hier hebben we op klassement een lijstje met websites waar je rechtenvrije muziek kan downloaden. En tenslotte, Canva is een hele populaire. Het leuke daarvan is dat je met Canva, als je die gratis leerkrachtenaccount hebt, dan kan je alle afbeeldingen gebruiken en zo zonder watermerk, alle templates die daar zijn. Wanneer je dan zelf iets maakt, kan je gewoon een schabloonlinkje delen op klassement of met jouw collega's. Een schabloonlinkje wil zeggen, wanneer die collega dit opent, maakt Canva voor hem of haar een kopietje en kan die daar zijn eigen versie van maken. Je hebt dan geen bronnen nodig, want al dat materiaal zit in Canva en aangezien je terug in Canva gaat werken, moet je daar geen rekening mee houden, omdat dat gewoon in Canva zit. Dus daarom deel een linkje indien je graag iets van Canva deelt. Welke websites gebruik ik en gebruiken we ook vooral op klassement? Want ook daar houden we rekening met auteursrechten. Pixabay en Pexels zijn zowat de favorieten van alle moderatoren, denk ik. We gebruiken die voor die kleine printjes die je overal op klassement tegenkomt en in onze nieuwsbrief bijvoorbeeld. Ben je wetenschapsleerkracht, dan is Smart Surveyor een hele interessante. Er staan heel veel afbeeldingen in verband met wetenschappen, met biologie, met celleer en zo verder.
Ikzelf gebruik ook soms Sclera, is een populaire voor buitengewoon onderwijs, voor NT2, maar ook ik gebruik dit bijvoorbeeld voor mijn leerlingen in het beroepsonderwijs, omdat ik daar zo de pictogrammetjes uithaal. Als ze iets moeten aanduiden op een kaart of iets met een fluostift moeten aanduiden, haal ik daar pictogrammen uit, zodat ze niet dat zinnetje overslaan en niks doen, maar door die pictogrammen weten ze, ah ja, daar hangt een opdracht aan vast. En Wikipedia. Wikipedia, bijna alle afbeeldingen op Wikipedia mag je opnieuw gebruiken en delen, mits de volledige bronvermelding. Dus dat is zeker een hele interessante. Wat gebeurt er met jouw lesmateriaal wanneer je dit deelt? Het wordt gemodereerd en gemetadateerd. We geven er geen kwaliteitsoordeel over. We vinden leerkrachten die delen zijn experts. Zij kennen hun klas, ze weten wat werkt, ze weten wat leuk materiaal is voor hun leerlingen. Omdat elke klas is anders. Ja? Wat doen wij wel? Wij zorgen ervoor dat jouw leermiddel vindbaar is. We hangen daar trefwoorden aan, de juiste doelgroep. We controleren op legaliteit en auteursrecht. Dus kan dat wettelijk? Is dat inhoudelijk correct bijvoorbeeld? Als er nog een tikfoutje in staat, passen we dit aan. Dus dat is wat de job van moderator is. Wie kan er wel beoordelen? Dat zijn jullie, hè? Leerkrachten die elkaars materiaal gebruiken, daar reacties onder plaatsen, dat het leuk is. Dat zorgt ervoor dat die leermiddelen steller bovenaan verschijnen in de lijst, sterretjes geven aan leermiddelen. We vinden echt ons netwerk, die 300.000 leerkrachten en educatieve medewerkers, die weten echt wel waar ze mee bezig zijn. Dus zij zijn degene die ervoor zorgen door sterretjes en reacties te geven dat bepaalde leermiddelen bovenaan in zoekresultaten komen. En dan zijn we aan het einde, en ik zie dat we dat perfect getimed hebben, zijn we aan het einde van onze webinar. Moesten er nog vragen zijn, dan mag je deze nu stellen. Mocht je later ergens op vastlopen of dan vragen hebben, mag je altijd mailen naar Nina of mij of naar het infoadres. Dat is allemaal super makkelijk. Dat is gewoon voornaam en dan @klassement.net ofwel info@klassement.net. Nog een paar dagen hebben we onze deelactie lopen. We hebben 300.000 gebruikers gehaald en uiteraard wat leerkrachten drinken liter koffie in de leraarskamer hebben zo de leuke actie. Je kan een maand koekjes bij de koffie winnen als je deze maand leermiddelen deelt. Dus misschien morgen zo nog snel een leermiddel delen, nu je weet hoeveel mensen je daarmee blij kan maken. En dan zijn we helemaal rond. Ik zie nog mensen beginnen tippen. Zelf zie je nu op de laatste slide staan, ook wij willen graag nog bijleren. Ja? Feedback op deze webinar. Ja, ook suggesties als je nog een toepassing mist op klassement waarvan je zegt van oh, als dit nog zou werken, is ook altijd welkom. Dus ofwel kunnen jullie de QR-code scannen, dan kom je op een korte Google Form uit. Of je kan die tiny URL overtippen. Dan kom je op datzelfde formulier uit. Daar kan je feedback geven op deze webinar. Ik zie dat sommige mensen nog aan het tippen zijn. Dus ik en Nina wil jou heel graag bedanken voor dat uurtje dat jullie zo aandachtig zijn geweest en hebben meegevolgd. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. De webinar is opgenomen. Die opname komt binnenkort ook online. En ook deze presentatie, want ik heb vooral heel veel via mijn presentatie getoond. Maar het eerste stukje van Nina. Nina toonde echt alles op klassement zelf. Ook dat eerste stukje staat in deze presentatie. Die presentatie is ook te vinden op klassement. Je geeft gewoon in webinar klassement, denk ik. Ik ga dadelijk het linkje geven aan jullie. En dan kan je ook nog eens door deze handouts gaan. Als je zegt van soms was het iets te snel bijvoorbeeld. Onderaan nog het linkje. Ik zal misschien ook het linkje voor feedback even kopiëren. Zoals ik al zei, dat vinden we heel waardevol als jullie nog feedback zouden willen geven. Mocht je nood hebben... of dan nodig hebben voor jouw school. Heb je een
bewijsje nodig dat je deze sessie volgde, dan mag je ook altijd mij nog mailen. Dan zorg dat jij een attestje hebt van het volgen van deze webinar. Dus je mag, moest je een attestje nodig hebben, mag je mij mailen. In de chat vind je dus nu de handouts van deze presentatie, dus van heel de webinar, van in het begin tot op het einde, zodat je stap voor stap kan doorlopen. Feedback geven zouden Nina en ik ontzettend lief vinden, dat is die tiny URL-link. Heb je graag een attestje van deelname, mag je mij mailen, dat is els@klassement.net. En als er geen vragen meer zijn en als Nina niks meer heeft om aan te vullen, dan... Je was heel volledig, Els. Dan bedanken we jullie voor hier toch nog te zijn. Ook al is het misschien een vermoeiende dag geweest. Ja, van mij ook. Ja. En hopelijk tot binnenkort ergens op klassement. Ofwel als iemand die superveel downloadt, want dat is zeker even belangrijk als mensen die delen. Zeker. Een fijne avond van mij ook, voor iedereen. En bedankt om hier te zijn.